Blessings, blessings, geliefden. Het is mij weer een bijzonder voorrecht voor de huiskamer of mijn PUD. Die de mijn bemoedig je bakken vanuit de woord of garo. En ik wil toch heel kort naar jou. Mijn thema dat het zal wel vreemd klinken. Maar mijn thema dat het church slavery, kerkslavernij. En in Matthäus 11 vers 28, dat komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En hier is de meester zelf aan het woord. Zo, afosan zou moest zitten, en Sabina takte, wie draai wil bij een olibisma, ook nog een voorganger, ook nog een broeder, ook nog een zuster, ook nog een man, dit is na middel, na smasasmach, maar na rokoma fugado, zij gebruik voor tjane kona Christus. Na de orokom af gado, maar na Christus, we hebben dat komt tot mij. Die draai jullie naar Jezus, je wel als maar zijn draaien libi koi naar kerkie, naar Jezus, we gaan al libi sma we go. Maar na Christus en serif we go. Jezus Christus. Oké, we look at it too fast dan we broko broka sani even de komende 5 minuten. Na in die Galaten 3 vers 1. We zijn trasani baka. En ja, Paulus is tak nanga bribisma. Dat is onverstandige gelaten. De gelaten die zie na bribisma. Ik bedoel, maar ze gaan draaien libi na in die gelaten. En desma dis. En dat is wie heeft u betoverd? Nanga sa den betoverding. Desma draaien libi, maar de betoverding. Het weet ook over betoveren, weet ook over hekserij, weet ook over manipulatie, weet ook over valse leer. Sa e puur je tapa passief garo, sa e puur je mind tapa rokof garo, sa e puur je tapa rechten voor garo. En ja, Paulus het ook over betovering. En dat betovering die zie, na niks te maken, na ga trassen aan die moroleke, like samtijd ba hekserij. Soms, terwijl je dat woord hekserij, dat voelt mij denk dat je na go do bonusani, na go do dringi brudu na ala de soort zijn dat je maar manipulatie is ook hekserij. En er is ook manipulatie in de kerk. Het wordt ook gemanipuleerd in de kerk. En dat moet gezegd worden. En Paulus is dat ook onverstandige gelaten. Die make misbruik voor is, maar wie heeft u betoverd? Wie heeft Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen is? De draaien heersen niet. En we want tak naar jou abradisi. Dit is naar Sawi Esh Epsa. Maar lees het een tekst dat we gomoro diepie. Een tekst dat ik moet voor gelaten, 5 vers 1. Opdat wij walig vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. En weet dat in Johannes, dat je wie de Zoon van God heeft vrijgezet, is walig vrij. Houd dus stand en laat u niet weder. Want we zijn onder een juk. Wat juk na wat tij na wat hebi. En laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Smaai leg je op aan die debri. Maar na sma in kerkie. En te doen tak de san leg vader en mo tak ding. Ja, bis ma zijn misbruik smaai na kerkie. Dat den moet stoppen. Want einde moet kona sandisi. Smaai zijn mek misbruik smaai na kerkie. Want de fasie vader mek misbruik smaai in a kerkie. En je go om. Dat weet ik over manipulatie. Want of de fasi na money. Want of de sansa we shi na kerki tide de na money. If he say so yo kiso. If he pot so yo kiso. U de in 2020. Im say wan saak voor 2022. Im say wan saak voor 2022. Dat God bless you. Lek na pai we pai fu bless you. Lek na pai we pai fu God bless you. Lek win pai wan money fa go bu nanga wina yardisi. If say we give money. Make me taka trase if a tori. Alas ma sande yon kerki. Yon miepi drage de la.
lasten van kerkje dat financieel ook toe. Dat nou wie takelijks maar in een kerkje. Leiderschap voor alles maar. Wie jeepje voor bouw aan kerkje alles maar moest jeepje. En voor pijf voor stroom alles maar moest jeepje. En voor pijf water alles maar moest jeepje. Alle de lasten in een kerkje moet dragen. De Bijbel dat met wie verdeel de lasten. Want tekst is dat daarover ja. En mina ben over de soort zandati. Maar ben over een geest voor manipulatie. Een geest voor hekserij. Een geest voor slavenjuk. Een geest voor betovering na in een kerkie. Ben je met misbruik sma. Dat sma moest zij zo meni voor kies zo meni. Sma moest pot zo meni moni voor kies zo meni. Is een leugen. Na een duivelse wroko. Na manipulatie. Na misbruik des ma in mek sma na in een kerkie. Na een slavenjuk de potjo. Mi sabi sma om een jaar in een kerkie. Alla de saai. Maar no de kwafes om dat na een slavenjuk de tapio. A jok dat smoes broko. En o libis na no tras ma poten. En dan die bij kopote maar naar Ismaël naar kerkie. En vragen ook naar leiders. En doe de zand die zien naar kerkie. Je hebt leiders natuurlijk. Zang, sabia, leri, zij doen boom. En doe de wandaat met taki. Maar je moet ook toe zijn met misbruik van zani. Pasen kon je pot pas offer. Kersen kon je pot cash offer. Pengsteren kon je pot pengster offer. Alles aan je kon je pot this offer. En pot dat offer. Alles soort offer in potie. De kerk. Ben ik als je ben naar deze. De skapule kon soorto. Geld automaat. No, na in a kerkie. Dan je moet stoppen. Soms je gaat naar een kerkie, na drie, four sort offering potty one day. Vader sma ou libi, if alla yur na sandati. En die saptaki, soms, je hebt leiders trefi. Sa saptak te isai, yo kisima de ne isai. Da sa irene isai. Sa ire te amoni van odu, te afolak amoni van odu awe sene nga gado. Te amoni van odu awe gona afolak. Sa ire du amoni van odu ne gwa gado du saptaka de so. Natuurlijk kan je forsie. Kan je forsie gimme. Maar ik tak dit ook toe. Ik familie met een ministry. Samen zij alamuna ini. In en buiten Suriname. Meer dwing. Mijn otak zij verkeerd. Mijn otak die money verkeerd. Maar if je manipuleert ma. Als aan dat verkeerd. Je ser lukogisma. Je ser watragisma. Je ser oligisma. Dat je olidis na zo'n waarde. A olidis na disi. A bijbel taki gado salaf Jezus na een heilige geest. En we schriftelijk kapo moest kotapa presi. Voor bouw relatie na een gado. Paulus taki volk milik famie volk gado. If je no safzima na gado. Fai osap tak Paulus e volk gado. A you schriftelijk kapo. Na je met de manipuleer je. Omdat we weiger soms voor bouw relatie naar gado. Te relatie naar gado is maar noma manipuleer je. En dat jure door peuwe moest bouw relatie naar gado. Pes maar noma manipuleer je moron langa. Pes maar noma noe de soort sanis moron langa. Wat soort slaven je kon het tap je. Maar je deed naar kerkie. En we hebben dat contact mee. Na die weri die vermoeine kwe gado. En zo lees je kwe naar kerkie. Maar je blijft vermoeid. Je tan vermoeid. Je tan vermoeid. Je tan want last et tant tapio omdat de we do alla sorto culturele no culturele sorry alla sorto rituele san in a kerki ingote dotis da pechakom im say so many fu broko so one yok im say so many fu broko so one familiar spirit come on one stop na Jesus sorry fu broko alla yok megi o basis fu lobby if the bow an kerki na kerki pe mi de megi if a dak fa kerki kenki megi a if once my do an buro kai bow an kerki wins mi an of a kerki dati mi say in a uroko dati on that a basis for gina lobby. Na yepi boa konu kondref gado. Mara nosrawe meg meinono. In kiswa profitis wort in paifieng. In gwa counseling in paifieng. Ala de sotsan dat konde ina kerki nono. Me begi gado opo yu ai. Fu shire a geesu manipulasi. Me begi gado fu opo yu ai. Fu gi o basis for a lifter. Me begi gado opo yu ai. En in wa geesu fu betovere sa me tek yu abra. Me broken na ina nem fu Jesus. Tide. Me pot te freina in a neviese stire. Quer que me dê uma prece. A gemeente que eu cobelcar. Da den é essa feestvergadering. En nou een trajuk. Een trajankos geert. Een trajslavenjuk. En dan ja, dat moest brokken. En nou kan gewoon zonne naar kerkie. We pik dit offer. We pik dat offer. Bijna vijfie. Bijna tien soort offer. We pik het op one day. En once man moest potom een soort offer. Dat ding is een slavenjuk. Is manipulatie. Is church slavery. Je moet voor Satan slavery. Nee, je kon church slavery. Je longie was
van slavernij. Nee, ik kon niet van slavernij. Dat is nou ook of God. Jezus, dat dit evangelie zal gepredigd worden. Nu wordt dit evangelie niet meer gepredigd. Mens predigt hun eigen evangelie. We moeten teruggaan naar de plaats, ja. Om het evangelie van Christus te prediken. En stoppen met dat manipulatiegedoe in de kerken. Trasma. Dertig maar heb je een kerkje van een fulltimer. Go zoeken aan roko roko. Je hebt dat je naam af gado. Je naam af disi. Je hebt een bigi wagi. Je hebt een bigi ook zo. Ten koste voor een volk voor gado. Met gado op wie ai. Met gado op wie ai. En stop naar de soort zand in een gemeente. Is een schande. Met big gado voor op wie ai. Voor lobby aan rok of gado en ki op basis van liefde. Once my doan boom roko en presi, sai in a roko, is de wil van de Heer. Ik heb het over degene die anderen manipuleren. Ik bestraf een geest voor manipulatie. En in uw betoveren, in uw geest voor hekserij. Ik broke abraju. En ik gado op uw ai voor she. Zijn een perfecte wil voor God. Ik kan vernieuwen van pressie. Ik brok een geest van church slavery. Maar dat je het niet. In Jezus niet. Wees gezegend.